Ja, Danny Mulder, 0-0 tegen de regerend kampioen. Dan denk je dat is een goede uitslag. Ben je ook tevreden met wat je hebt gezien vandaag? Ja, zeker, zeker. We hebben zo verschrikkelijk hard ervoor gevochten vandaag. Dat was echt, ja, daar heb ik wel echt met plezier naar zitten kijken. Natuurlijk had het voetballend gezien misschien wat beter op moeten lossen af en toe. Maar ik vind deze tegen deze ploeg, wat echt wel gewoon inderdaad wat jij ook zegt, gewoon een hartstikke goede ploeg is. Ja, vind ik wel dat ze het uitstekend gedaan hebben, dat we echt als team gespeeld hebben en gestreden hebben. En ja, daar ben ik wel het meeste blij mee. Hebben jullie je anders ingesteld dan normaal bij deze wedstrijd? Nou, niet heel veel. We willen gewoon elke keer de tegenstander onder druk zetten. En dat hebben we ook vandaag gedaan. En dat dan de ene keer aan de ene kant is en de andere keer aan de andere kant. Dat is dan nu niet zo belangrijk. Maar we hebben ook deze tegenstander hebben we geprobeerd om gelijk onder druk te zetten. Dat had je ook kunnen zien inderdaad als je naar onze laatste linie kijkt. Die staat op de middenlijn. Dus de ruimtes zijn heel erg klein. Dus dat vindt een tegenstander gewoon heel erg vervelend als wij zo verdedigen. En dan maken we het elke tegenstander moeilijk mee. En ook een goede ploeg als Twente maken we het daar moeilijk mee. Ja, verdedigend deden jullie het goed. Zij kwamen weinig tot kansen. Ja. Maar ook Feyenoord. Jullie hadden alleen helemaal op het einde die grote kans met Pia. Ja, die telde ik al eerlijk gezegd. Maar helaas, dat was eigenlijk de enige grote kans. De eerste helft hebben we nog een klein kansje gehad met Romee. En voor de rest hebben wij niet echt veel, wat ik er net al zei. Ja, voetballend gezien hadden we het wel misschien soms wat beter uit moeten spelen. Want we hebben heel veel energie gegooid in het afpakken van de bal. Maar we waren ook wel vrij snel weer kwijt. En dat is dan wel weer zonde. Aan de kant van Twente waren natuurlijk alle ogen ook gericht op Fenner Kalma. Hij heeft dit seizoen al 22 officiële goals gemaakt. Maar kwam niet in het spel voor, want die zat in de broekzak bij Samantha van Diemen. Hoe vond je dat die heeft verdedigd vandaag? Ja, verdedigend wat ik zeg. De verdedigend stond het als een huis, vond ik. Ik vond Samantha geweldig spelen. Jada vond ik geweldig spelen. Maar ook Seleni. Ook Justine die erin viel. Isa de eerste helft. Ik vond dat het verdedigend stond het echt gewoon als een huis. En jij noemt dus inderdaad Samantha. Ja, die deed geweldig. Ja, en de afgelopen tijd is natuurlijk heel veel erover gegaan. Nou, jullie zijn de koploper. Op dit moment nog steeds. Zondag natuurlijk Ajax en PSV kunnen daar overheen gaan. Maar heeft dat invloed gehad dat jullie de koploper zijn nu? Nee, eigenlijk niet. We genieten ervan, laten we dat vooropstellen. Maar wij blijven gewoon van wedstrijd naar wedstrijd leven. En we doen het gewoon boven verwachting. We zijn een paar maanden geleden met iets nieuws begonnen, met een hele nieuwe groep. En we waren vandaag gewoon en eigenlijk de hele week al super trots dat we koploper waren. Maar voor ons blijft het gewoon hetzelfde. We blijven gewoon van wedstrijd naar wedstrijd leven. En het had mooi geweest als we vandaag de periodetitel hadden kunnen pakken. Dat kan nog steeds overigens, maar het ligt een beetje nu niet meer in onze handen. Het ligt aan Ajax-PSV. Maar alleen al het feit dat we eraan mee mogen doen aan die periodetitel, ja, dat is al iets moois op zich. De conclusie, de trainer is trots. Ja, super trots.